It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag spelen we Advanced Warfare. En ik zie dat we in een playing game zijn gekomen. Dat maakt niet heel erg uit. We spelen Team Damage op de map Site 224. En we gaan kijken wat we kunnen gaan doen. Ik speel met de DLC-wapen, de OOM. Omdat sommige mensen wouden dat ik daarmee ging spelen. En ik kan even kijken hoe dat gaat. En als het kut gaat, dan weten we ook gelijk dat het een poepwapen is. Ik heb er wel een opstaande quick draw en adjustable stock. Gewoon omdat ik dat altijd heb op wapens. En ik wil, ik ben gelijk dead. Wat zei ik nou? Ik ben gelijk dead. Ik ben gelijk dood. Maar mocht deze video natuurlijk een leuk vinden, laat dan alsjeblieft jouw blauw duimpje omhoog achter. Dan help je me enorm. En ik heb dus al tweets gekregen. Oeh, ik word geraakt. Van mensen die dit wapen dus al elite hebben gekregen. Nou, ik wil dat ook best wel. Want dan is het ding nog ziek chiller. Maar zo is het natuurlijk ook best wel chill al. Jezus, loop echt hard te campen in het spel. Ik kom net af van Black Ops 2. En dan als je dit tegenkomt, dan denk je toch echt wel eventjes van wauw, waarom heb ik dit niet meer gespeeld? Nou, nu weet ik het dus waarom ik het niet meer heb gespeeld. Maar oh, in mijn rug. Let's go. Oh, weer in mijn rug. Godverdomme. Hoeveel sta ik? 2 om 3. Wauw. Lekker Chesto. Nee. Launching care package. Ach, teammate pakt hem. En dan als ik nu dood ga. Wauw, what the fuck man. Ik ga echt fucking slecht. Ik haat dit wapen echt. Daarom speel ik dus niet met dit wapen. Omdat het gewoon zo'n kut ding is, hè. Ik zweer het je. Wat een camper. Hij zit gewoon om een glitch. Jongens toch. Daar heb ook in zo iemand heeft zo'n... Oh, ik heb hem. Ah, let's go. Fuck off. Ah, kut. Ik sta nu 8 om 6. Ik sta wel positief. Hey, dat is wel sexy. Word je weer echt. Ik heb het echt wel lang niet aangeraakt van Zorver. Ik vind Advanced Warfare ook niet meer echt een game die leuk is om te spelen buiten opnemen, als je begrijpt wat ik bedoel. Kijk, als ik Black Space speel en ik ben klaar met opnemen bijvoorbeeld, kan ik er ook nog gewoon echt makkelijk 2 tot 3 uur plezier aan hebben om gewoon met mijn vrienden te gamen. Maar dat heb ik in deze game totaal niet. Het is dat jullie het misschien soms leuk vinden, maar en een beetje afwisseling in mijn kanaal te gooien. Maar je hoeft niet te verwachten van mij dat ik dit opeens 2 uur na het opnemen ga spelen. Zo, Zo leuk vind ik het ook nou weer niet, laat maar zeggen. Gebruik ook nooit die shotgun mode. Ik sta wel positief, dat wel. Dat is gewoon het belangrijkste, maar we gaan het ook weer hard verliezen. Dus ja, komt er nog iemand?
Ik ga daar niet nog een keer door dood. UAV is online. Ja, je was heel erg weak, dat wist ik. Ja, daarom killt hij ook. En jij bent nou ook gewoon dood, dus fuck off. Kom op, misschien kunnen we dit nog winnen. Let's go. Oh, we staan nog voor, kom op. Kom op, nog één kill. Oh nee! Nee, we hebben nog verloren omdat ik de final ben! Oh my god! Ik ben de final, jongen. Ja, dit is echt mijn schuld. Dit is mijn schuld, teammates. Ik ben nog wel 17-9 gegaan. Kut! Oh, hier bouw ik van, jongens. Maar mochten jullie nou genoten hebben van dit korte Advanced Warfare Team Damage potje, laat dan alsjeblieft die blauwe duimpje omhoog achter, dan help je mij enorm. En dan hoop ik jullie ook graag te gaan zien bij een van mijn volgende video's. Zoals ik altijd zeg, mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.